vanavond hebben we hier echt een hele mooie battle, zeg ik maar, om de meest duurzame kern van de gemeente Hardenberg. Ja, welkom hier vanavond in Hardenberg. Wie gaat 10.000 euro winnen? Daar zitten de partijen om ons heen. Zes initiatieven hebben zich voorbereid uit verschillende delen van de gemeente. En die strijden om dat duurzaamheidsplan. Ik vind het belangrijk dat mensen ook nadenken over een duurzame omgeving voor de toekomst. En dan gaat het niet alleen maar over energie, dan gaat het ook over sociale duurzaamheid. En hoe kun je die samenleven met elkaar, zeker ook in kleinere kernen en wijken, leefbaar houden. We waren verrast een tijdje geleden toen we het project begonnen, Kloosterhaven voor elkaar. Gezond eten voor gezonde buitenactiviteiten en ook nog voor een gezellige maaltijd. Duurzaamheid is wat, zo gezegd. En wat dit initiatief nou zo uniek maakt, is de manier waarop... Ik heb een vraag, een ontzettend mooi plan. Fantastisch mooi plan. We moeten en zijn aan het leren. Ik zou het P van Power toevoegen als hier. Een grote groep vrijwilligers hebben daar werk gedaan. Wordt de meest duurzame kern van Hardenberg. Dan denk ik dat het tijd is dat Eddy Veenstra als juryvoorzitter even naar voren komt. De jury is unaniem tot oordeel gekomen. Daar gaan we ook nooit meer over discussiëren en ook nooit meer over bespreken. Dat Lutte leeft. Yeah! Ja, super geweldig. Echt fantastisch om zo'n mooie prijs te winnen. Ja, dat is, ik kan wel zeggen, niet verwacht, maar toch heel blij dat het zover gekomen is. Ja, ik denk dat wij met name het enthousiasme wat wij met elkaar uitstralen, dus de hele groep die hier vanavond was, hè, want er waren zo'n 40 man uit het dorp zelf ook. En we hebben ook echt met elkaar, met allemaal ook zo gemaakt. Hè. We hebben het echt met elkaar gemaakt, niet wij tweeën. We hebben het alleen maar gepresenteerd. Wat ons plan inhoudt is eigenlijk een reeks aan plannen, allemaal voor de duurzaamheid van het dorp. Gespitst op de drie P's, dus de sociale kant, de milieukant, maar ook de financiële kant. En we hebben ervoor gezorgd dat die plannen met elkaar in balans zijn. Ik vond het een hartstikke leuke avond. Ja, ik ben echt trots erop. Ik vond het een geweldige avond. Dat mensen zo betrokken zijn bij hun omgeving en met de toekomst en met duurzaamheid en energiebesparing, dat is gewoon heel goed om te zien. Wat je ziet is dat je op zo'n avond als nu al contacten worden gelegd over hoe ze van elkaar kunnen leren. Dus ik denk dat dat voor de gemeente en voor de buurtschap wel gewoon van belang is om zo'n avond te hebben. Fantastisch om te zien. De winnaar had ook heel veel supporters meegenomen. Die zag in één keer een explosie van vreugde en energie. Dus ik feliciteer ze daarmee, maar ik feliciteer ook alle andere projecten, want die hebben zich prachtig gepresenteerd. En ik ga ervan uit dat die ook daar wel komen waar ze naartoe willen. Lutte leeft werd voor ons de winnaar om verschillende redenen. Allereerst kijken ze heel ver vooruit, 2040. En energiebesparing, duurzaamheid, dan moet je het ook wat op de lange termijn hebben. Grote betrokkenheid in de gemeenschap. En enorm veel brede verantwoordelijkheid voor het dorp. Ik denk dat we hebben aangetoond vanavond dat we terecht over duurzaam Hardenberg kunnen spreken. Dat betekent niet dat je vandaag moet stoppen. Je moet morgen verder gaan en ik hoop dat zich nog veel meer kernen aan gaan sluiten. We hebben 29 kernen in onze gemeente. Nu zijn er 6 geweest. En ik hoop dat we over 5 jaar kunnen zeggen van we hebben 29 duurzame kernen.